Hoi, ik heb vandaag weer een roomtour video voor jullie, omdat het me weer is aangevraagd. En ik dacht eigenlijk van, ja, best wel leuk, want een meisje die had mij een privé-mailtje gestuurd over of ik mijn kamer had veranderd. Toen was dat nog helemaal niet zo. Toen had ik alleen een nieuwe stoel al een hele lange tijd, maar dat had ze dus gezien in een filmpje. Volgens mij mijn laatste filmpje over een ja, leuke kamer dingetjes. En toen vroeg ze ook van, ja, kan je weer een roomtour video doen? Toen heb ik diezelfde avond nog dat ik die video opnam en terwijl nog eigenlijk alles hetzelfde was, heb ik mijn kast ergens anders gezet en mijn stoel ergens anders gezet en een huiskamerhoekje gecreëerd, zeg maar. En ik heb een nieuw kastje erbij. Tommy! Oké, maar ik heb een nieuw kastje erbij. Dus ik dacht, nou, misschien is het wel leuk om weer een roomtour te doen. Dus vandaag voor jullie een roomtour. Ik ben gisteren naar de IKEA geweest en daar heb ik van mijn moeder hele leuke dingetjes gekregen. Zoals een nieuw gordijn, wat erg nodig was. Nou, erg nodig. Ik wilde gewoon mijn kamer weer wat leuker en gezelliger en schattiger en liefelijker hebben, zeg maar. Want het was zo donker, donkere kleuren met een donkere stoel en donker gordijn. En ik dacht, ja, maar de zomer komt er weer aan. Ik wil wat vrolijks. En ook nu gewoon nog met het winterse weer. Nou, winters. Bijna weer lente, maar nu gewoon nog met een beetje koude weer. Vind ik het ook gewoon leuk. Over een half jaar krijg ik waarschijnlijk mijn zus haar kamer. Dus dan zou ik, als ik dat weer helemaal af heb, zou ik dan ook weer een roomtour doen. Maar de laatste roomtour is ook weer een half jaar geleden of zo. Dus ik dacht, nou, laat ik het weer doen. Ja, nou ja, ik ga even bij de deur staan en laten zien hoe je binnenkomt. Goed, dit is mijn kamer als je binnenkomt. Hij lijkt ook nu weer veel groter dan dat hij is. Het is best wel een kleine kamer, maar ik vind hem zo gezellig en leuk. En ik ben er echt tevreden mee. Goed, even de deur dicht doen. Allereerst hier, zeg maar, ja, mijn kapstok. Daar hingen vorige video nog jassen aan. Maar dat vond ik te prikkelig, dus mijn jassen heb ik. Prikkelijk is, zeg maar, gewoon te druk en dat je daar last van hebt. Maar mijn jassen heb ik dus aan de algemene kapstok gehangen. En nu heb ik, toen heb ik mijn kapstok weggehaald, maar dat vond ik echt heel saai en heel kaal. Dus toen heb ik mijn haarspullen eraan gehangen. Bijvoorbeeld hier mijn bandana's en haarbanden en zo. Hier mijn opgemaakt bakje haarverf. Ja, ik wilde dus eerst deze kleur doen. Maar nu heb ik een, zeg maar, een natuurlijke kleur. Misschien zie je het in de spiegel. Maar ja, misschien wil ik dit ook nog wel een keer doen. En het was voor de helft van de prijs. Dus toen had ik ze allebei gekocht. En ik heb het niet geruild. Want ik vond het best wel leuk. Leuke kleur. Hier, zeg maar, mijn haarlak, mijn borstels, clips, bobbypins. Donutknoot, gewoon de haartools. En verder is het een beetje leeg. Dan komen we hier. En dit is mijn beautykastje, zeg maar. Met hierop twee kaarsjes. Mijn dagelijkse dingetjes zoals make-up. Make-up kwasten gebruik ik niet dagelijks. Maar deze, trouwens, deze wil ik verkopen. Als je interesse hiervoor hebt. Ik verkoop al deze kwasten die hier staan. Dus een blush kwast, een foundation kwast. Een crease kwast, een normale oogschaduw kwast. Nog een normale oogschaduwkwast, crease kwast, blending kwasten. Als je deze wil kopen, 3 euro en ik stuur ze naar je op. Dan moet je maar een mailtje sturen als je interesse voor hebt. Trouwens, met deze kwast er ook nog bij. Deze is van de HEMA en is een poederkwast. Ja, nou ja, mijn lenzenvloeistof, maskertje, parfums, haarding. En hier zit al mijn make-up in, dus lipsticks. Oogdingen, ja, poeders en blush, lipgloss en ja, nou, gewoon, ik ga het allemaal laten zien. Dan komen we bij mijn kaptafel aan en hier maak ik me op. Hier zitten nageldingetjes in. Al mijn nagellakjes liggen bij mijn vader, behalve deze paar, zeg maar. Martinifles, jongens, ik drink geen alcohol hoor. Ik ben 13. Dat je niet schrikt. Maar ik wil hier, zeg maar, een spaarpot van maken. Want je kan het erin stoppen, maar niet eruit halen. Briefgeld, muntgeld past helaas niet. Maar
Ja, er zit een geluksmuntje in. Dat past er dan weer wel. En ik hoop dat dat helpt, zeg maar. Hier zit eigenlijk ook niks in. Bonnetjes, ja, troepjes, bonnetjes, batterijen en ja, verder niks eigenlijk. Elektriekjes. En dit is dan mijn ja, kleine kastje. Hier liggen mijn kwasten op en hier maak ik ook mijn foto's voor artikelen. Een reuze aansteker voor kaarsjes, maar op dit moment gebruik ik lucifers, vind ik leuker. Dit kastje komt trouwens van de Action, dit kastje komt van de IKEA, deze van de Spullenhulp. Hier zitten nog dingen in die ik nog moet reviewen. Dus hier een Flomark nagellakje. Lipgloss, nagelstickers moet ik allemaal nog reviewen. En hier liggen zonnebrillen in. Ja, ook allemaal nagellak, nagelstickers. Oh, deze wil ik eigenlijk ook al reviewen. Weet je wat? Dan doe ik een versus. Action tegen Essence. Allebei super goedkoop. Maar ik wil wel weten welke beter is. Dan doe ik een versus. Dus die kunnen jullie binnenkort op mijn site verwachten. De link staat trouwens hier in de beschrijving beneden. En ja, zeepjes, nou gewoon dat soort random dingetjes. Dan ja, mijn spiegel en mijn kledingkast. Daar ligt Tommy op. Mijn kledingkast. Ja, hier zit gewoon niet al mijn kleding in. Ook een heel groot deel ligt bij mijn vader. Dit jurkje. Het lijkt een bruidsjurkje of zo. Maar dit jurkje heb ik gisteren bij de Abercrombie & Fitch gekocht. Nooit van mij verwacht dat ik ooit iets bij de Abercrombie ging kopen. Maar, want ik vind ze belachelijk duur. En ik heb altijd gezegd, ja, het gaat alleen maar altijd om het merk. En dan zie je zo Abercrombie & Fitch op mijn shirt staan. En dan zeg ik altijd, nou, alleen tegen mijn vriendinnen van kijk, die doet het echt, die draagt het echt alleen maar voor het merk en zo. Maar nu ik dit jurkje heb gezien en ook heb gepast en ook heb gekocht, zoals je ziet, denk ik van, oh, best wel leuke kleding hebben ze eigenlijk. Niet dat ik vaker dingen ga kopen, in ieder geval niet zo snel, misschien iets in de sale. Maar dit jurkje kostte, ik ga niet eens zeggen hoe duur het was, dan moet je maar naar de winkel gaan. En hij ruikt nog steeds lekker. Naar Abercrombie & Fitch. En mijn schoenen en deze schoenen. Ja, winterschoenen, ook zomerschoenen. Ja, dat soort dingen. Schoenen gewoon. En ook weer een rommel lakens, pyjama's. Sterretjes, een lijmpistool. Ja, gewoon echt hier doe ik iets in wat ik misschien ooit nog nodig zou hebben. Ja, hier trouwens. Dit is mijn everyday bakje, zeg maar. Die heb ik geplakt aan mijn kast met een lijmpistool. Dan mijn beautykast. Mijn raam trouwens. Mijn beautykast. Hier, mijn raam. Beautykast. Hoi. Dit is mijn outfit of the day. Laat ik meteen ook zien. Ja, een trui van H&M. Broekje van, of een rokje van haar brand in Melville Panty, weet ik niet. En Clarks. Ja, dit is ook weer troep. Dit zijn oude agenda's. En, oh, ik. Troep, oude agenda's. Sieraden, nou, vooral oorbellen. En kettings. En armbandjes. En, dit is zeg maar de tools voor do-it-yourself dingen. En dit hier, de ingrediënten. En krulspelden of krulset. Dus ja, mijn beautykast. Dan hier mijn huiskamerhoekje, noem ik het altijd. Even kijken. Dit is mijn nieuwe gordijn trouwens. Heel mooi van de IKEA, mooie kleur. Dan kaarsjes en standaardjes. Kaarsjes en tijdschriftjes hier. Thee met een hele leuke theepot. Zo. Oei. Oh, ik ga straks even thee zetten. Met Annie. Die ligt hier op mijn stoel. En dit is een hele lelijke bruine stoel, zoals je ziet, vind ik zelf. En daar heb ik een nieuw kleedje overheen gedaan. Met een kussentje van mijn oma. En Annie. En een nieuwe lampenkap heb ik ook. Dan mijn bed en mijn bureau. Ja, hier is mijn bed. Ga ik niet te veel van laten zien. Mijn bureau. Ja, huiswerk, dingen en zo. Is niet echt veel aan. En dit boekje. Ja, nou, dit was eigenlijk mijn kamer. En daar staan mijn Abercrombie & Fitch tasje.
Ik ben er trots op, maar ik schaam me ook wel weer. Voor het vele geld. Maar oké, dit was mijn kamer. Ik hoop dat jullie wat ideetjes eruit hebben kunnen halen. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En ja, doei!